Since I work here at the library, I immediately started searching for Dutch books, Dutch novels, and I have been able to find a decent amount of Dutch books, so I think we will just go ahead and search a suitable book for you, which is good to read, easy enough, but still exciting and fun for you. Okay, good. Now, before we do that, I just have to collect some personal data of yours because you've never been here before. So, but it won't take long. Okay. What's your first and last name? What is your birth date? It's coming up. Great. Okay. And your address. Here at the library, I would like to know what type of genre you love to read. So, do you like fantasy books or thrillers or crime books? Maybe historic books? Maybe romantic? A variety of books. That's good. I love to read different types of books so I can relate.
Okay. How many times a month would you say, approximately, do you read books? Okay. And for how long? So how long is the period that you read? As you can tell, they do look pretty old and used. That's because they are. But they're still in great condition to rent. So I have few of my favorite Dutch books in this pile of
though. The first one is my favorite. Simone van der Vlucht. What I like about her style is that she writes a lot of historic fiction. So, to me, it adds another dimension. It just really brings you to a completely different world, and you can just lose yourself in it. Sometimes I catch myself just lucid dreaming about those worlds. Jacoba. Dochter van Holland. Holland. So this is about I think a regal family in Holland. And it actually is based on a true story, so it adds dimension to the book. So this is one to remember. Do you want me to read first section? Can you smell the book? I don't know if I'm just a book nerd, but I just love the scent of books. It says Holland in the 15th century. Let's see, this is the beginning. So it has a map of Holland in the 15th century. I don't know if you can tell. Let's see. And it has family tree, I believe. This says, Deal A, Section 1, 1417 tot 1421, which is the time frame of Section 1. Okay, so I'm gonna read it in Dutch.
midden van het vertrek hield Isabeau, bij wie waardigheid altijd op de eerste plaats kwam, haar dochter scherp in de gaten. Catharines ogen zweefden vluchtig naar haar moeder. Heeft zij erg geleden? Haar stem was niet meer dan een fluistering, alsof ze bang was voor het antwoord. Ik verkoos haar de details te besparen. Hij is vergiftigd, maar hij heeft de beste zorg gehad die we hem maar konden geven. Er was altijd iemand bij hem. Hij is geen moment alleen geweest. En hij is in mijn armen gestorven. Toen hij zijn laatste adem uitblies, glimlachte hij. Alsof hij iets heel moois zag. Dat was niet gelogen. Al twijfelde ik of het werkelijk een glimlach was geweest. Of een laatste grimas in zijn doodstrijd. Maar het had mij troost geboden om te geloven dat er aanleiding was geweest voor een glimlach. En ik zag ook dat het Catharine verlichting gaf. Een vorstin toont nooit haar emoties in het openbaar. Cacheren, het verbergen van je gevoelens, is me van jongs af aan zo stevig ingeprent, dat ik geen tranen meer kan produceren, zelfs al zou ik het willen. Schijnbaar onbewogen neem ik mijn plaats in naast de katafalk. Maar in mijn hart ben ik dankbaar voor de zware sluier die aan de hoorns van mijn sierkap hangt. Als ik mijn kin iets laat zakken, sluiks kijk ik in het rond. Het is druk in de kerk. De voltallige Franse adel is aanwezig. En ook edelen uit het geslacht Beieren zijn gekomen om Jeanne de laatste eer te bewijzen. Mijn ogen glijden over hun gezichten en blijven rusten op Johan van Beieren. Grotendeels aan me voorbij. De plechtige handelingen van de priester in hun zwart met zilver bestikte kazuivels, het monnikenkoor, de gemijterde abten en bisschoppen. Het komt me allemaal voor als een toneelstuk dat niets met Jean van doen heeft. Onafgebroken kijk ik naar de kist waarin zijn lichaam rust. To find it hard to understand, or yes, a royal girl, she lost her father, who has been very sick, yes, good, okay, wonderful, okay, so, I believe this is a thriller, literaire thriller, and it's called The Suite. I'll just read the section in the back. Okay. Wat doe je als je gechanteerd wordt en heel veel te verliezen hebt als je het spel niet meespeelt?
als hotelmanager van een populair hotel op Tenerife heeft alleenstaande moeder Joyce Newport geen alledaags leven. Met hard werken heeft ze inmiddels een zeer goede reputatie opgebouwd. Nu Russische toeristen het eiland als perfect vakantielocatie hebben ontdekt, is het drukker dan ooit. En al heeft ze niet veel quality time om met haar tienerzoon Jason door te brengen, ze probeert hem toch zo goed mogelijk op te voeden. Op een avond moet Joyce overwerken. Onverwachts wordt ze overmeesterd door twee mannen die haar bedwelmen. De volgende dag komt ze bij in een van haar eigen hotelsuites, maar ze kan zich niets meer herinneren. Dan wordt ze geconfronteerd met een man die haar kan vertellen wat haar overkomen is en waarom. Ze moet een suite volledig tot zijn beschikking stellen, of anders zorgt hij ervoor dat haar leven een hel wordt. This is another one from my favorite Dutch writer. As you can tell, it's not new. It's a little bit damaged. Quite a bit. But I assure you, this book is one of my favorite books. Because it's not only a romantic historic story, but it's also based on the true history of Holland. So when people were being prosecuted for just having a different faith, so it's called Red Snow in December, and it's a historic romantic novel. Okay, let's just read the back section. This is the writer, by the way. I don't know if you can see it. Good. Okay. Het is 1552. De katholieke Liederbij en de protestantse Andries vestigen zich in Breda, waar ze een nauwe band krijgen met prins Willem van Oranje. Wanneer het politieke klimaat onder de katholieke koning Philips verandert, zijn ze genoodzaakt te vluchten. Okay, so exciting book. I recommend this one for you. Yeah, put it aside, okay. This is a romantic novel, so if you like that, then this might be something for you. I will just read the back. Okay. Tijdens een dinertje ontmoet succesvol kinderboekenschrijfster Angelica de charmante Jack. Hij is eigenaar van een wijngaard in Zuid-Afrika. En heeft de reputatie van de gokkenjager. Angelica is zeer gevleid door zijn aandacht, waardoor ze zich op en top vrouw voelt. Na hun ontmoeting zetten ze hun onschuldige flirt voort per e-mail. Dat kan toch zeker geen kwaad. Ze zou tenslotte nooit haar stabiele huwelijk en het geluk van haar kinderen op het spel zetten. Maar dan moet Angelica naar Kaapstad voor de promotie van een van haar boeken en groeit een flirt uit tot een affaire. Ondanks haar schuldgevoel geniet Angelica met volle teugen. Op hun laatste dag samen bekent Jack dat hij ongeneeslijk ziek is. Door het samen zijn met Angelica
heeft hij zijn naderende dood even kunnen vergeten. Geschokt en met een gebroken hart keert Angelica terug naar Londen. Vastbesloten om haar huwelijk te redden. Now, as you may know, Dutch movies and Dutch books are not sugar-coated at all. They are raw. And it's not for everyone. This is a story that is also been made into a movie, and I think it's absolutely amazing. But then again, I am a Dutch person, and I don't always like the happy ending stories, and I like pure, raw, real stories. And this is about as raw as it can get, because it's about a woman who is diagnosed with breast cancer. Finds out that she is not going to be better, and she is going to die pretty soon. And her husband does not take it very well, and he doesn't really know how to watch her suffer, so he pretty much finds or tries to find happiness somewhere else. In the arms of another woman, and it's beautiful and heartbreaking at the same time, so I'll read it in Dutch. It's really short. Komt de vrouw bij de dokter, is het openhartige verslag van een man die in de bloei van zijn leven met de terminale ziekte van zijn vrouw wordt geconfronteerd. Geschreven in een stijl die net als de diagnose aankomt als een mokerslag. Rauw, ontroerend en steeds met humor. So, if you want to cry, if you like drama, then this is the book for you. Now, this is just an English book translated in Dutch. You might even know this book. It's by Nora Roberts, and it's about firefighters. And I will read the back for you again. Do you like me reading the back of the books? Just the summary? Well, good. I'll read you the back. Okay. Bosbranden blussen zit Rowan Tripp in het bloed. Haar vader is een brandweerlegende. Zelf bestrijdt ze al branden sinds haar 18e. Ook al bewaart ze trieste herinneringen aan het vorige seizoen, toen ze een van haar collega's verloor bij een grote brand, is ze toch weer blij om aan de slag te gaan in de ruige wildernis van Montana, waar ze al haar hele leven woont. Dit jaar is ze een fantastische groep nieuwelingen, zodat ze zich heel op de toekomst kan richten. Gulliver Curry is een van de beste. Hij is een ijzersterke brandweerman met een grote mond, diepe ruwe bolster, blanke pit. Dan valt er een donkere schaduw over Rowan's leven, doordat ze wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de tragedie van vorig seizoen. Ze wordt daarbij zo ernstig bedreigd dat ze vreest het einde van de zomer niet te halen als ze geen steun vindt. Oké. Bit romantic, a little bit thriller, a little bit of everything.
Okay, and last one is, I think, this one. Okay, so this is by Ana Veloso, and it's called De Geur van Koffiebloesem. What does that mean? That's correct. The scent of coffee blossom. Okay. So, let me just read. Brazilië, 1885. De 17-jarige Victoria da Silva leidt een onbezorgd leventje op de koffieplantage van haar ouders. De fazenda Boa Vista. De verbouw van koffie, het groene goud, heeft haar familie rijkdom en aanzien gebracht. Het is een tijd van sociale tegenstellingen, waarin de rijke koffiebaronnen een decadente leven leiden, terwijl de arme slaven aan de willekeur van hun heren zijn overgeleverd. De wildschone Vita is een gewilde partij, maar niemand heeft haar hart nog kunnen winnen, totdat ze verliefd wordt op uitgerekend de rebelse journalist Leon Castro, de idealist. Beter vecht voor dat ene doel, de afschaffing van de slavernij. Leon bedreigt niet alleen de waarden en normen van de familie da Silva, maar ook hun bestaan, want de toekomst van Boa Vista is afhankelijk van slaven. Vita's ouders verbieden haar tevergeefs de omgang met Leon. Midden tussen de velden, omgeven door de betoverende geur van koffiebloesem, zwegen de geliefden eeuwige trouw. Maar is hun liefde sterk genoeg? Als Vita ontdekt dat ze zwanger is, blijkt Leon spoorloos verdwenen te zijn. Terwijl de eerste slavenopstanden het land opschrikken, neemt de vertwijfelde Vita een beslissing met verregaande gevolgen. En de prijs voor haar liefde voor Leon is hoger. Huge, huge novel. A lot of pages. Super lot of pages. And do you have an idea which one you want to rent? Well, I think the historic romantic novel is perfect for studying the Dutch language because you get a bonus, you can study.
see the Dutch history. This one.